Steven, wat brengt jou hier? Nou, vandaag denk ik wel de meest spannende dag van het kwalificatietoernooi, denk ik. En ook laatste kans voor Herman Wennemars. En die heb ik eigenlijk wel heel mijn carrière ook gevolgd. En ik kom vandaag even aanmoedigen. Je hebt wat met schaatsen en je hebt zelf vroeger ook nog met Jacco Leeuwang, volgens mij een Jong Oranje geschaatst, of niet? Nou, Jong Oranje net niet, maar ik zat in het gewest Noord-Holland-Utrecht met toch wel een hele succesvolle ploeg eigenlijk. Met Jacco-Jan Leeuwang, Barbara de Loor zat erbij, Nico van der Vlies, dus een hele leuke groep. Nu ben je een sprinter op de fiets, maar volgens mij kon je niet op de schaatsen. Nee. Ik kon 3 kilometer en dan begon het pas een beetje te lopen voor mij. Dus vandaar. Dat is toch heel apart, of niet? Dat is zeker heel apart. Ja, dus we moeten stoppen. Waarom? Hier niet beneden. Daar ergens naar anders toe en hier niet filmen. Zo, we zitten nu wat in een veilige vertrek. We hadden het net over het schaatsen. Het lange baan schaatsen, dat ging je beter af dan het sprinten. Ja, zeker. Het sprinten, dat was niet echt wat voor mij. Nee, bij de 3 kilometer begon het voor mij een beetje te lopen. Dus. En dat snap ik niet, want je bent zo'n goede sprinter op de fiets. Ja, maar het is toch heel... Of je was. Ja, ik ben gestopt nu. Nee, maar het is heel iets anders. Of je na 200 kilometer of 180 kilometer moet sprinten. Of dat je even een rondje hier vanuit niks volle bak moet rijden. Nee, dat is toch iets heel anders. Ja. Even terug naar vandaag, naar de wedstrijd. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het heel triest voor Herman dat hij op een 100ste eigenlijk de boot mist, zullen we zeggen. En misschien dat Sven Kramer zijn plaats opgeeft, zodat Herman alsnog kan starten. Maar dat wil Herman niet. Nee, dat wil Herman niet, maar . Jij zou het op een akkoordje gooien? Nou, in de wielrennerij is dat heel normaal eigenlijk. En ik zie Sven eigenlijk meer kans hebben op die langere afstanden. En op de 500 meter denk ik dat hij internationaal niet echt aanspraak maakt op een medaille. Terwijl ik denk dat Herman met een hele goede dag, zoals hij laatst ook had, dan rijdt hij 1.42 weer. Nou, dat is gewoon van wereldklasse. Jij bent nu gestopt als wielrenner, je bent ploegleider. Wat ga je precies doen? Het werk wat Adrie van Houwelingen doet. Hè? Wat voor ploeg was dat ook alweer? Dat was bij Rabobank en ik ga nu bij Team Sky. Dat ga je opzetten? Ja, dat is al opgezet door andere mensen, maar ik ben er in de loop van het project ben ik erbij betrokken. En ik ga de renners begeleiden tijdens de wedstrijden en daar heb ik heel veel zin in. Mentaal hard maken? Nou, de meeste die erbij zitten... Dat mag in Nederland wel hoor. Ja, nee, maar de meeste renners die erbij zitten zijn al redelijk wat ervaring. Bij wielrenners is het heel veel, denk wat het tekort schiet, is persoonlijke aandacht. En het zijn natuurlijk grote groepen renners van 25 tot 30 man. En individuele aandacht is wel heel belangrijk.